Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. Zo vlak voor de wedstrijd tegen PSV. Zondag speelt NEC namelijk uit. Dus daar gaan we het over hebben. En we kijken ook nog eventjes terug naar die wedstrijd van afgelopen zondag. Er werd weer niet gewonnen. Er werd op het laatste moment een gelijkspel uitgesleept. Toen was er ook wel blijdschap. Maar als je maandag wakker wordt, is er dan nog blijdschap of is er ook nog wel teleurstelling? We vragen het aan trainer Rogier Meijer. Hetzelfde nog als zondag? Ja, nee, niet zo'n prettig gevoel moet ik eerlijk zeggen. Ondanks dat je 3-3 hebt gespeeld, overheerste bij mij gewoon een teleurstelling dat je de wedstrijd niet gewonnen hebt. En mag je daar eigenlijk nog opgelucht zijn dat je hem in de allerlaatste minuten gelijk maakt. En dat heb ik ook wel laten zien aan de jongens. Hè. Er zit toch veerkracht en mentaliteit in deze ploeg. Nou, dat moet je ook denk ik wel blijven benadrukken. Alleen ik had er geen goed gevoel van. Het is 25 graden, heel bijzonder. Maar toch nog 3 wedstrijden voordat de winterstop eraan komt. Heb je voor jezelf een beetje een teleurstellend gevoel waar je nu staat qua aantal punten? We hadden zeker meer gehoopt en verwacht en denk ik ook meer moeten hebben. Alleen ja, wat als en dat soort dingen telt niet. Het is daar waar we nu staan. Het plan is niet meer over het verleden, maar over de toekomst. Dat is het ook het enige waar ik nog grip op heb en niet over het verleden. Ja, en dan de keeper van NEC. Er is heel veel over gezegd, er is heel veel over geschreven. In elke talkshow ging het wel over Jasper Cillessen. Zelf wilde hij even niet met de media spreken. Hij zei even gewoon een mediabreak. Tot vandaag, want we mochten hem wel even spreken. En natuurlijk vraag je dan, ja, was dat echt nodig om even niet met de pers te praten? Ja, maar goed, daar wil ik het niet meer over hebben. Ik ga lekker over voetballen praten, dus dat gaan we nu ook weer doen. We zitten vlak voor het WK nog, 3 wedstrijden. Ja. Begint het al te kriebelen? Ja, maar goed, eerst 3 belangrijke wedstrijden met de club en dan staan de bondscoaches wat die gaat doen. Dus ik moet zondag eerst gas geven tegen PSV en daar zit nu alle focus op. Dan de wedstrijd van zondag, PSV uit. Nou, NEC wist daar nog nooit te winnen, dus er ligt een uitdaging. Speelde gisteren tegen Arsenal, wonnen van Arsenal, niet zomaar een clubje. Ja, dan zit je thuis als trainer van NEC, daar ga je dan natuurlijk naar kijken. Of je moet iets anders te doen hebben. Ja, een gedeelte. Ik moest eerst de kinderen naar bed brengen en toen heb ik het grootste gedeelte gezien. Ja. Oh, er zit ook terugkijken modus op hè, tegenwoordig? Of, Ja, nee, maar wees niet bang. Ik zie het wel wat ik moet zien. En, het was een mooie wedstrijd. Knappe prestatie. Nou, daar ligt wel een uitdaging voor zondag dan, hè, voor jullie. Ja, zeker. Aan de andere kant verloren ze het weekend daarvoor met 4-2 bij Groningen. En in fase van wedstrijden is het goed en in fase van wedstrijden is het ook wel eens minder. En wij moeten proberen dat laatste voor elkaar te krijgen. En, kijk, dit is een wedstrijd waarin je niet de favoriet bent, zover is duidelijk. Alleen we willen daar wel wat laten zien. Ja, en PSV, dat is ook weer een mooi moment voor Jasper Cillessen om natuurlijk te laten zien wat hij in huis heeft. Zo 3 wedstrijden voor het WK. Ja, PSV uit is natuurlijk geen pretje in die zin. Dus, maar goed, we hebben er alle vertrouwen in en we hebben goed getraind. Dus we hebben veel vertrouwen richting die wedstrijd. Ja, heb je gisteren gekeken? Ja. Geschrokken ook? Nee, zeker niet. Ik weet wat ze kunnen. En dan zie je toch wel wat Luc de Jong meebrengt als hij fit is. Dus ik hoop dat ik hem tot rust kan krijgen. Je kent hem, hè? Ja, ik ken hem wat langer. Iedereen weer fit? Iedereen is fit, ja. Goed, dat was hem weer. De NEC-update van deze week. Zondagmiddag om 2:30 wordt er afgetrapt in het Philipsstadion in Eindhoven. De wedstrijd PSV-NEC. En wij zijn er volgende week natuurlijk weer met een nieuwe update. Tot dan!